In Beekendonk is woensdag een fietsroute geopend. Die voert langs belangrijke oorlogsherdenkingspunten. De route is ontwikkeld door enkele leden van de werkgroep 75 jaar bevrijding Laarbeek, samen met de projectgroep The Dead Valley. Na een korte plechtigheid bij het monument bij het gemeentehuis werd een plaquette onthuld door burgemeester Van der Meijden en de jeugdgemeenteraad. Overigens, dames en heren, dat had u nog niet gezien. Dat is dus de nieuwe jeugdgemeenteraad, Riese, hebben wij vorige week geïnstalleerd. En dit wordt een van de beste die we ooit gehad hebben. Jullie, dat is een applaus voor jullie. Jullie moeten aan het werk, jeugdgemeenteraad. En daar gaan we vandaag mee beginnen. Goed idee? Elise, gaan we vandaag mee beginnen, hè? Want we gaan weer hartstikke mooie en stoere dingen doen. We gaan weer stoere dingen doen vandaag, dames en heren. Wij hebben deze maand, vieren wij 75 jaar bevrijding, Elise. Hè? Dat hebben we op een aantal plaatsen al gedaan. Dat hebben we gedaan met de basisschool, met de kernen. In onze kernen hebben we dat gedaan, met allerlei activiteiten, dames en heren. En dat doen we per definitie met mensen die dat met ons organiseren. Dat zijn de heemkunde mensen, dat zijn de gildes, dat zijn mensen van de werkgroep. Heel veel mensen zijn heel druk geweest, heel de maand al, met een heel mooi programma. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Dat programma, daar gaan we nu een extra accent geven met een hele mooie fietsroute. Een monument onthullen, maar eerst even over de fietsroute. In alle kernen van Laarbeek is de bevrijding gevierd. En dat hebben ze op eigen wijze gedaan met heemkunde, met gildes, met harmonieën. En zullen dat, zoals gezegd, zaterdag nog een keer allemaal samen vieren. In alle kernen is ook een gedenkteken, een monument of een aandenken aan die Tweede Wereldoorlog, aan die verschrikkelijke tijd. Dat is in kaart gebracht op hele mooie wijze en er is een fietsroute van gemaakt. En die fietsroute staat bol met hele mooie verhalen over de Tweede Wereldoorlog. En die fietsroute leidt ons ook langs die vier monumenten en langs vijf gebeurtenissen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Laarbeek, in de kernen van Laarbeek, van groot belang zijn geweest. Dus daar zit ook nog een sterk herinnerings- en educatief karakter aan voor de jeugd. Die fietsroute gaan we dadelijk openen in ieder geval. Dat gaan we samen doen. En de symboliek leert dat dat altijd gepaard gaat met het onthullen van een tekstmonument. En dat gaan we nu doen. En dat is ook weer een bijzonder monument. Ik ga daar even naartoe. Elise, ik sta nu bij de microfoon. En nu gaan wij proberen met de leden van de jeugdgemeenteraad om dit... Om deze tekst te onthullen. Zullen we dat samen proberen te doen? Dan pakken we hem even bij de punt als jij hem daar pakt. Het is mooi. In vak trekken we hem voorzichtig weg. Let op. En een applausje mag, dames en heren. Ja. Wat staat er op, Elise? Kom maar even. Kun jij even oplezen wat er staat? Het beken donk... Beekendonkse oorlogsmonument bestaat uit twee onderdelen. Het ene is een pijler van de Donkse kanaalbrug. Die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd vernield. Daarin staat de tekst uitgehouden ter nagedachtenis aan hen die door oorlogsgeweld om het leven kwamen. Het geweld, het tweede deel van de oude, omvat de oude klok uit het voormalige paterklooster, tegenwoordig Huize Leefdijl. Het monument is ontworpen door Wil Willems. Het is onthuld in 1995. De naam Altijd werd bedacht door leerlingen van basisschool De Heindert. Bij het monument wordt elk jaar op 4 mei slachtoffers uit Beekendonk herdacht die omgekomen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, applausje voor Elise, hè? Want dat is een hoop tekst en dat valt niet mee als je daarvoor het eerst ziet. De tekst hoort dus bij het monument met de klok uit het voormalige klooster. En nogmaals, de techniek is dat de pijlers de brug symboliseren die geraakt zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar staat hier een prachtige plaat. Het herdenkingsmonument staat een getal bij. En het getal appelleert dan aan de route. Want het is een van de vijf monumenten die op de route liggen. Ik zei vier, vijf monumenten. En nog andere gedenkwaardige plekken die ook weer een nummertje krijgen. Maar de monumenten zijn allemaal op de route.
En je kunt van hier starten en dat duurt ongeveer een klein uurtje. Dames en heren, wat wij geregeld hebben voor u is dat het droog blijft vandaag. Dat kan ik u beloven, toezeggen. De route is ongeveer in een uurtje kun je die fietsen. En dan kun je terugkomen. Dan krijg je nog een natje en een droogje, zoals het heet. En dan is dat de symboliek. En de primaire gebeurtenis waarop wij nu de route formeel openstellen. Nogmaals, dank aan allen die hier de vorm en inhoud aan hebben gegeven. En zoals gezegd, we geven het door aan de jeugd. En ik ga ervan uit dat de serieuze leden van de jeugdgemeenteraad, Elise, in hun eigen tijd die route nog een keer na fietsen. Wat vind je van die opdracht? Goed. Zullen we dat doen? Dat dragen wij op. Dankjewel. Dankjewel.